Jongens, kijk, mijn salade. En dit had ook zomaar echt een heel duur jurkje kunnen zijn. Ik ben wel heel erg weinig thuis geweest. Het past niet met mijn borsten van eruit. Steek je armen uit. Geweldig, dankjewel. Zo spreek je het wel kom. Oh, wat voelde ik me schuldig elke keer als ik die beelden zag. Ik heb vanuit principe wil ik gewoon even nee zeggen. Ja, ik zie het er dan uit. Het kost ook heel veel. Dat vind ik zo goor als ik dat bij anderen zie. Oké, er komt echt veel kleur af. Ik heb op de stoep geslapen. Kijk jongens, ik heb Ruben even geleerd. Maar eigenlijk hoeft hij dit helemaal niet te leren. Goedemorgen, Bobby. Hey jongens, ik ben nu in het parkeergarage van Hilversum. Goedemiddag. Ik ben net met Shanna hier naartoe gereden. Shanna, vriendinnetje van mij. Maar die is vast even uitgestapt om naar Jiminy. We gaan met z'n drieën afspreken. Dus ik zeg van, stap jij vast uit. Dus die zijn nu als goed zijn plekje zoeken waar we gaan eten. Voor mij is het ontbijt, voor hun lunch, denk ik. Shanna die is wel zo'n beeld geweest, maar volgens mij vindt ze het niet echt geweldig of zo. Ik denk dat ik niet heel erg veel ga filmen, maar we zullen het zien. Okay. Zitten bij York Coffee. Ben je er dus echt nog nooit geweest? Ja, echt niet normaal. Dat gisteren had ik nog een koude showtje. Ze hebben echt super lekkere koffies. Ja, Tirol C heet dat, zeg een soort van volleybaltoernooi. Ik heb deze salade. In plaats van paprika krijg ik gegrilde groenten, dus ik ben echt mega benieuwd. Jongens, kijk, mijn salade. Dit is echt zo lekker, want ik zeg net, soms krijg je sla met erop een beetje iets. En dit is echt heel veel. En ik vind courgette, avocado en zalmacht een van de lekkerste combi's. Kijk, mijn broodjes zien er ook echt veel uit. Even je broodje draaien, Shanna. Hey, bruine huid. Kijk, Jiminy heeft deze noemen. Ik was even aan het vragen van, is het een beetje kinderachtig en is het zonder bedel misschien leuker of niet? Maar ik vind hem echt heel leuk bij jou staan. En Shanna heeft deze om. Deze vind ik wel weer wat kinderachtig door dit, maar ik vind het wel heel cute. Juist omdat het dan zwart is en dan zo'n schattig katje eraan. Jongens, ik ben echt verliefd op dit jasje, maar je ziet het nu niet, want er zit een trui onder. Oh, nu ziet het er echt niet uit. Maar ik vind het zo geweldig, maar het is dus 50 euro. Wat zouden jullie doen? Je moet even wegdenken dat er nu een enorme trui onder zit. Ik moet over 20 minuten in de auto zitten, maar ik ben een heel veel fan en heb ik weer een grijsje boven. Ik ga even heel snel een paar dingen passen die ik heel leuk vond, maar heel veel is L. Waarschijnlijk past het niet, maar ik ga het gewoon heel snel proberen. Ik dacht misschien lijkt het een beetje op dat leuke roze met rode jurkje wat ik heb. Maar deze maakt echt heel breed. Hij staat helemaal uit. En het ligt niet echt aan de maat. Kijk, het ligt er gewoon echt aan dat het helemaal uit staat. Nope. Deze is best wel heftig. Maar ik vond hem dus fantastisch. Ik dacht hij gaat nooit passen. Heel eerlijk, als ik hem zo zie twijfel ik nog omdat ik hem echt heftig vind. Maar ik ga hem meenemen omdat ik hem zo ontzettend tof vind. En dit had ook zomaar echt een heel duur jurkje kunnen zijn. Een soort designer iets of zo. Waarom zou je dit doen? Zo wijd. Nee. Ik dacht dat ik dit wel tof vond. Kijk, het is best wel vet of zo, maar dit soort kleuren staan mij nooit. Van die harde kleuren. Nee, gatver. Dit is zo'n blouse die gewoon heel chill is om in je kast te hebben. Omdat het best wel chic is. En ik heb zoiets niet. Maar het is niet zo dat ik nu denk, oh met de zomer zo heb ik dit echt nodig. Het is meer dat ik dit rond kerst zou kopen of zo. Kijk, eens hier kan ik straks. Ja? Maar hij is wel leuk. Top cute. Ik pakte dit spijkerbloesje. Ik heb al best wel veel spijkerbloesjes, maar dit is zo'n heel zacht stofje. Ik vind het echt geweldig, maar ik weet dat ik dit altijd heel lastig te combineren heb met spijkerbroek. Hij zat hem ook in het lichtroze en in het groen. En hij zit al echt geweldig en ik vind het model heel chill. Dus misschien ga ik even kijken voor een andere kleur, maar misschien ook niet. Ik ben hier naar deze schoenen. Ze zijn bij de Zara. Dat zijn 50, hè? Ja. Nou, dat was echt zo gezellig. Ik ben echt heel erg aan het combineren van afspraken. Dus ik dacht, ik ga weer naar mijn ouders. En Jiminy die woont in Apeldoorn. Shanna woont nog steeds in Weesp. Dus vorige keer hadden we in Hilversum afgesproken. Dat deden we nu ook. Dus Shanna die was naar mij gekomen. We waren samen naar Hilversum gereden. En Jiminy kwam er met de trein naartoe. En dan kan ik daarna lekker door naar mijn ouders in Baarn. En dan heb ik gewoon in één rit twee dingen gedaan. Als in mijn vrienden gezien en mijn ouders. Dat vind ik echt super fijn. Voor Vaderdag ga ik daar nu natuurlijk naartoe. 2 of 3 weken geleden hadden we dat ook gedaan. En dat vond ik zo chill. Dat is echt super gezellig. Ik heb de jurk toch niet genomen. Ik stond echt tot aan de kassa. En toen ging Jiminy afrekenen, zei ik ga het toch niet doen. Want ik vind hem zeg maar echt geweldig. En ik kan het helemaal voor me zien om een leuke Instagram foto mee te maken. En zo heel mooi hoop nu trouwens film van onder. Een soort van raar kapsel. Maar ergens is hij ook een beetje clownsachtig. En hij was net een beetje kort. Als hij nou net iets langer was, misschien wel. Maar ik vind dat zachte spijkerstofje echt geweldig. Ik vind die kleuren echt geweldig. Ik dacht ik koop hem en dan breng ik hem terug. En toen had ik hem in mijn hand. Toen dacht ik, het kan toch een beetje een miskoop zijn. Ik denk 40 euro toch best duur. En ik ga dus met de auto naar Hilversum. Maar eigenlijk is het echt belachelijk. Want ik ben gewoon bijna 10 euro aan parkeerkosten kwijt geweest. Kijk, soms ga ik een uurtje en dan valt het mee. Maar we waren er nu gewoon best wel lang. Oh, die ruitenwissers aan, sorry. Laatst had ik ook al zoiets irritants. Wat een weer trouwens, jongens. Nu ga ik dus naar mijn ouders. Super veel zin in. Ik ben wel heel erg weinig thuis geweest.
Gisteravond was ik wel thuis, maar toen ben ik alleen maar bezig geweest met die sieraden maken. En normaal slaap ik bij in het weekend, maar ik heb nu echt 2 nachten zo kort geslapen. Dat is echt heel erg dom, maar ik wil gewoon de hele tijd dingen doen. Dus ik moet vanavond wel echt vroeg naar bed. Verder denk ik dat jullie vinden weekvlog altijd wel leuk. Maar ik denk dat deze weekvlog nu wel, dat ik hem wat leuker vind in ieder geval. Iets meer leuke dingen. En ja. Nou, ik rijd op een heerlijk bosweggetje naar Baarn. Ik werd nog herkend door een kijker net in de tuinen. Die ook uit Baarn komt. Superleuk. En Jiminy en Shanna gaan nu gewoon lekker samen terug naar wezen. Want Jiminy gaat naar vaderdag vieren. Shanna gaat naar huis. En yes. En dan ben ik zo bij mijn ouders. En volgens mij vinden jullie het altijd wel leuk als ik daar vlog. En mijn ouders vinden het ook leuk. En ik heb een cadeautje gekregen van Mooi PR voor mijn vader. Dus die ga ik straks. Ik moet nog heel veel inpakken. Ik heb papier mee. En dan ga ik die zo op camera aan hem geven. Dus tot zo. Oh, lekker zeg. Leuk. Leuke bestekjes, dingen. Die lepeltjes. Maar deze kan je dippen, toch? Ja. Wat vind je dan? Die lepeltjes. Nee, dat werkt niet alleen. Dat toosje. Zo. Maar gisteren vroeg ons al... Gisteren vroeg ons bij iets zelf gemaakt. Oh, lekker. Stond ook nog vlog. Ik moest even vloggen, want ik een beetje het heel erg hoog vind. Mama had een bikini besteld op AliExpress. Maar ze ging dus... Ze dacht dus dat ze gewoon naar die personen stuurde van... Hij past niet met mijn borsten van eruit. Maar ze heeft het dus openbaar. Dus als je naar deze bikini gaat, zie je gewoon als eerste deze feedback. Dus die mensen zeiden, wil je het alsjeblieft niet hier sturen? Want iedereen kan het zien. Maar mama wist dus niet dat ze dat had gedaan. En die zwarte is dus wel goed. Heb ik een foto van die zwarte liep. Oh, deze ook. Maar we weten nu dus niet meer hoe we het weg kunnen krijgen. Maar die taartjes op de rug zijn te kort. Hilarisch. Oh, kijk. Al 2 maanden de afvalzak liet. Voilà. De eerste pizza is klaar. Het is zo lekker. Echt 2 minuten dat het erin of zo. Nee, je weet het. Dit krijg je nergens meer bij een pizzeria. Tegenwoordig zit overigens zoveel kaas op. Ik vind dit echt veel lekkerder. Lekker papa, die pizza, die papa. Het was zo lekker, dan moet je echt een keer eten. Maar het is toch leuk dat je nog met die meiden zo vriendinnen bent ook, hè? Ja, hè? Gaan we het zo uitpakken. Is dat stom? Nee, dat is stom. Ik geef het wel gewoon zo. Alsjeblieft. Ik ga papa nu zijn cadeau geven. Kijk, steek je armen uit. Oh, dan kan ik die andere vasthouden. Steek je armen uit. Kijk. Zelfs het pakpapier is kleur. Prachtig. Nou, ik ben erg benieuwd. Okay. Als je het niet leuk vindt, mag je het gewoon eerlijk zeggen, hè? Als ik het niet wil? Ja. Het is niet heel bijzonder, hoor. Het is niet iets wat ik de mama niet. Oh nee, dat is waar. Wauw. Huh? Wat is dat? Nee, staat erop. Geen parfum? Nee, geen parfum. Shampoo? Ja, maar van een heel mooi merk is het, Kees. Wauw, body shampoo. Kent het niet, denk ik. Dus niet voor haar. Weet ik niet. Oh, niet voor haar. Voor je lijf. Kijk hè? Wauw, kijk. Ja, hair and body shampoo staat erop. Hè? Nee, maar er staat ook body. Hair body. Ja, hair and body. Kan je allebei ja, ik eerlijk gezegd, ik ken het merk helemaal niet. Het is heel mooi merk. Ik vind het echt fantastisch. Ik heb dus net een ontzettend praktisch cadeau gekregen, waar ik echt enorm van cadeau heb. Maar papa is oprecht heel blij met als hij cadeaus krijgt, hè? Echt, ik vind het zo gaaf. Hij vindt het echt heel leuk. Dat hij nu heel zuinig mee doet. Ja, ik heb van mama ook hele mooie dingen gehad. Ik heb van mama ook heel mooi onderzoek gehad. Papa altijd doet, deed hij net ook bij mij in olie. Dan gaat hij zeg maar alle cadeaus laten zien die in alle jaren van ons gekregen. Geen vervuiler. Daar is hij vet blij mee. Deze vind je denk ik nog leuker. Hoi. Ook voor je ogen. Ja, ik heb altijd de goedkoopste. Ja, daarom. Van de HEMA. Maar ik ben ook altijd iemand die goedkoop haalt. Deze invulling voor je dit eraf. Dus nu kan je het gaan testen. Geweldig. Super. Dankjewel. Alsjeblieft. Even alle twee zo. Geweldig. Dankjewel. Heel schattig, want papa die gaat altijd... Vorig jaar liet hij nog een zonnebrand zien die ik hem iets van 4 jaar geleden had gegeven. Zei hij, kijk, ik ben er nog steeds zo blij mee. En dan ging net aan Oliver allemaal dingen laten zien die hij ooit van Oliver had gekregen. Kijk, papa is mijn armbanden op zijn Instagram aan het zetten. Het was nog niet eens op de shop staan. Dat is trotse vader, vet schattig. Ze vinden iedereen zijn pizza tot nu toe mooi. Mooi, lekker, helemaal vol met zoetigheid. Geroosterde pekannoten. Jeetje, wat lekker. Jongens, dat is echt een lekker dagje. Ik zei tegen mijn ouders, ik ben eigenlijk echt om 8 uur weg. Ik was er om 4:15. Maar papa was nog steeds pizza aan het maken en had nog taart. Maar die heb ik meegekregen, dat zag je net. Super chill. Want ik moet zoveel doen en ik heb vandaag niets gedaan. Want toen ik opstond was het eigenlijk gewoon klaarmaken weg. En ik heb nu nog 2 uur voordat ik naar bed moet. Ik moet echt om 9:30 slapen vandaag en ik ben heel erg moe. Ik heb gewoon mijn energie nodig. Ik moet mijn haar dus wassen, kost ook tijd. Moest eigenlijk gisteren, maar toen was ik ineens tot 3 uur nog sieraden aan het maken. Mobiel is leeg, ik ben benieuwd. Ik heb net mijn nieuwe sieraden geplaatst. De eerste uur kreeg ik helemaal niks. Terwijl ik dacht dat mensen wel excited zouden worden. Maar het kan hè, het liep even. Het kan ook dat het ineens niet meer loopt natuurlijk.
Oeh, ik had bijna 3 keer mijn verkeerde pincode ingevoerd. Mijn batterij doet het nu weer. Dus gewoon een uur, een half, 20 minuten zat ik in de auto van Barnaweeg. 20 minuten lang heeft hij erover gedaan om mijn batterij aan te krijgen. Nu is het pas aan. Had ik mijn nieuwe orde nou laten zien of niet? Ik heb nu zilveren met mijn initial erin. Het is echt zo ontzettend leuk. Ik ben nu thuis. Ik moet mijn haar wassen. Ik moet de afwas doen met de katten. Proberen om niet aan mijn sieraden te gaan. En ja. Ik ben uit mijn werk. Het is inmiddels 7:30. Maar ik had geen zin om de vlogcamera erbij te pakken om het te vertellen. Omdat ik het gewoon... Ineens wil ik dingen ineens privé gaan houden. Nou, ik ging dus... Ik ben dus even gaan kijken voor een website. En ik werd helemaal enthousiast. En nu heb ik ineens zin om Instagram eventjes op een laag pitje te zetten. Ik weet niet of ik nu bestellingen heb, maar het gaat nu heel langzaam. Nieuwe collecties te maken, aan een website te werken. En dan echt op een website gaan verkopen. En ik heb dus... Dit komt toch altijd later online, dus dat maakt niet uit. Echt nieuwe dingen ontworpen. Ook dingen veranderd die ik gisteren online heb gezet, heb ik nu weer veranderd. Vond ik er toch niet bij passen. Ik heb dan de Double Leopard Collection ofzo. Ik weet niet hoe ik het ga noemen, maar... Bandjes, leopards en het dingetje. Dan heb ik de Mixed Animal Collection. Dat zijn echt hele mooie bandjes. Gauw, een heel stevig leer. En dan zeg maar, dit is een dierenprintje. En het bedeltje eraan is anders. Het enige wat ik dacht is dat ik eigenlijk misschien 2 andere wilde dieren wil bestellen. Want ik heb nu een zebra en een kameel. En ik heb dan hier de luipaard en de luipaard. En die vind ik super leuk eraan. Maar ik heb die hier ook al. En ik wil eigenlijk geen dubbele dingen. Dus misschien... Ga ik hiervoor dan nog andere bedels zoeken. Andere wilde dieren bedels. Maar deze zijn echt heel erg mooi. En dan wil ik de Beach Collection. Dat is dan... En de Cute Collection. Die zijn een soort van hele zachte bandjes. Een soort zacht leer. Wil ik nog 2 schattige stofjes bij bestellen. En dan nog iets cutes om er aan te hangen. En de Beach Collection heb ik hier op Night at the Beach of zoiets. Ik ben nog een beetje aan het nadenken. Ja, je ziet het met licht lijkt het nu helemaal niet mooi. Dat is wel jammer. Ze zijn echt heel erg mooi. Goud, deze vind ik heel erg leuk met beachbam. En dan ga ik nog het schelpje en een... Wat had ik nou nog meer? Schelpje en een ijsjesbedel. Maar daar heb ik dan nog geen stofje voor. Nou, zo ben ik aan het nadenken en ik word helemaal enthousiast. Heb je hem nu al? Nee. Zo spreek je het balkon. Wow, er komt heel veel juice uit. In een glas doen, hij is echt heel vers. Moet ik even pakken eerst. Ik moet nu de juice erin schenken. Probeer dat drinken hoor. Ja, maar ik hou niet eens van die juice, volgens mij. Maar dit was een hele sappige kokosnoot. Wow, lekker. Die andere hoeft nog niet. Jasmine, oh nee, ik hou hier niet zo van. Wil jij het proeven? Het ziet er erg raar uit. Kijk. Kun jij dat zelf? Goedemorgen, jongens. Ha, ik heb koffie. Weer warme koffie, want het is echt koud weer. En ik heb dus optimaal, met die, zeg maar, al die granola, optimaal koffiejoghurt. Heb je dat ooit gegeten? Het is echt heel, het is echt net, het is echt heel hard. Oh, was zo zoet altijd. Maar dan een beetje naar zoetstof. Ik vind het niet zo lekker. Jongens, ready to go. Nog even eyeliner opdoen en ik ga er vandoor. Mijn haar. Jongens, dit zijn echt mijn vaste zinnetjes. Ik ben net thuis. Ik ga het nu over mijn shop hebben. Ik wil dus echt een webshop gaan maken. Ik ben er dus echt mee bezig. Maar het duurt iets van dus een week voordat het officieel kan met betalingen en zo. Maar ik ben echt excited. Dat is echt moeilijk voor iemand die geen geduld heeft. Dit soort dingen als ik enthousiast ben. En nu wil ik dus... ik wil dus een mix gaan doen van zelfgemaakte dingen en producten die ik inkoop. Op allerlei verschillende plekken bij verschillende groothandels die ik tegen het lijf loop. Of waar ik naar op zoek ga of wat dan ook. Echt een mix. En ik heb nu dus eindelijk oorbellen die ik al heel erg lang wil gaan verkopen. Heb ik eindelijk gevonden hoe ik daar kan komen. Dus ik ben helemaal blij. En daar kun je dus ook kant-en-klare productfoto's krijgen. Dus dat van die hele mooie foto's dat je gewoon een witte achtergrond hebt. En nu ga ik dus... Ik dacht ik moet een witte rol kopen. Dus dacht ik dus deze doos. En nu ga ik dus proberen of ik ook productfoto's kan maken. En dat dus ook kan bewerken dat het witte helemaal perfect wit wordt. En je moet er echt speciale dingen voor hebben normaal. En een witte rol en de lampen goed. Maar ik ga het altijd gewoon proberen of ik het zonder kan. En heel vaak lukken dingen mij ook. Dus dat ga ik dus nu proberen. Dit is super dom. Want je ziet... Maar natuurlijk een rol hebben omdat je dan niet ziet waar het eindigt. Nu even te denken of ik nu een rol wil gaan kopen. Want het is wel echt. Ik wil het nu echt heel graag doen. En deze lamp is ook niet echt voldoende licht, zeg. Ik heb al het licht. Ik moet eigenlijk 2 lampen hebben. Maar het ziet er echt niet uit. Licht erbij maakt ook niet heel veel uit. Voor niks die doos kapot gemaakt. Nu ga ik de achterkant van een poster proberen. Die is wel wat wit van de Action. Die is wel wat geler, zie ik al. Deze doos is echt perfect wit. En dan ga ik dit doen. Zo.
Kijk, ik heb gewoon zo vaak dat mensen, zeg maar, als er nu iemand naast me stond, die zei, dit gaat je nooit lukken, en dat het me wel lukt. En daardoor vind ik, wil ik altijd dat dingen doen. Dat vind ik gewoon heel leuk. Dat iedereen zou zeggen, dit gaat niet lukken, en dat het dan lukt. Dat vind ik gewoon echt altijd het leukste, dat ik dan niet naar de winkel hoef om iets te kopen. Ik heb gewoon geen zin om de deur uit te gaan. Ik zie nu wel dat er vlekken op zitten. Ja! Maar dit is echt heel lelijk. Oké, ik ga nog even nadenken. Want hij moet natuurlijk eigenlijk ook een beetje zo. Maar hoe doen mensen dat dan met oorbellen? Want oorbellen heb je toch... Die oorbellen die liggen dan niet hoor. Dat is echt heel erg lelijk. Die hangen dan echt. Maar misschien photoshoppen ze het dan weg. Echt een mega val. Ik kan het gewoon niet. Ik krijg dit gewoon niet mooi erop. Ik weet gewoon niet hoe dit moet. Oh, ik geef het echt op. Ik heb er zo zorgen van. Ik ben denk ik al anderhalf uur bezig. Ik haal mijn weekvlog uit het dan. Dat moet ook. Hey jongens, ik kom maar uit mijn werk. Vaste zinnetje. Ik voel me ongelooflijk vies vandaag. Ik voel me zo vies. Ik ga meteen de douche in, maar ik heb net een pakket opgehaald. Oh jongens, wat erg op het nieuws. Hè? Hebben jullie dit gehoord? Je weet het misschien al gewoon, maar het is toch weer heel erg om te horen. Klik nu even, spoel nu even twee keer door. Dus 20 seconden als je het niet wil horen. Maar dat dieren levend geveild worden in slachthuizen. En dat varkens in een kokend bad van 60 graden worden gegooid. Ja, ik zeg dit gewoon, want dat, mensen kunnen dan zeggen ik wil het niet weten. Dan had je kunnen doorspoelen. Maar het is wel de waarheid. En ik eet nog vis. Ik weet dat het ook ontzettend zielig. Maar wauw, wat ben ik blij dat ik geen vlees meer eet, zeg. Oh. Wat voelde ik me schuldig elke keer als ik die beelden zag en die verhalen hoorde en dat ik het dan gewoon at. Ik walgde echt van mezelf. Verschrikkelijk. En biologisch dan, wat dan ook, ik vind het ook niet goed. Ik heb een nieuw pakket van Mooi. Oh ja! Van Bobby Brown. De laatste voor nu. Dit was de... welke naam had het nou? Volgens mij Coral. Maar deze heet ook Coral. Oeh, dit ziet eruit alsof ik weer hele leuke make-upjes heb. Ik krijg dus elke 6 weken een box om een foto op Instagram te plaatsen en in mijn vlogs iets te vertellen. Zoals ik altijd zeg, als je ergens iets specifieker over wil weten, laat het me weten. Wauw. Ik ga het nu dus niet testen, ik ga het nu alleen laten zien. Deze producten zijn te verkrijgen bij de Douglas en op Isoprene. Het staat in de beschrijving altijd. Heel erg mooi. De Brightening Brick is dit in de kleur Coral. Zo mooi. Die producten zijn wel echt prachtig hoor. Had ik al een keer gezegd, maar dit zijn dus dingen die ik nooit voor mezelf koop. Dit is heel erg leuk om te krijgen. Ah, yay! Dit zijn geen nieuwe producten. Dat heb ik toch laatst in mijn vlog verteld. Dat dit mijn lievelingslipgloss ever is. En ik gebruik hem nu bijna niet meer, omdat hij bijna op was. Dit is dus, heb ik dus laatst verteld, de beste lipgloss ooit. Nou, ik heb daar een heel verhaal over verteld, dus ga ik niet nog een keer doen. Maar hoe geweldig die blijft zitten en hoe lekker die voelt en perfect. Hij heet dus... Kleur 4, buff. Oh, mijn rug. Nude Finish Tinted Moisturizer SPF 15. Hier ben ik heel benieuwd naar. Dus een soort van BB cream, denk ik. Wow. Zeg even dat jullie medium, light to medium. Ik heb meestal volgens mij wel medium to dark. Dus ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat jullie zeggen dat jullie daar meer van willen weten. Een smoky eye mascara. Dat betekent meestal dat je een beetje klontjes krijgt of zo, toch? Oeh, ziet er cool uit. Die vorige mascara was echt mijn fave. Hij is dus op. En ik moet al zeggen, omdat ik veel mascara heb, koop ik hem niet snel opnieuw. Want het is wel prijzig. Maar eigenlijk moet ik hem hebben. Want hij was geweldig, die waterproof mascara. Ik wil die zo graag weer. Echt, die... Ik kon echt niet zonder die. Want ik ga altijd pulken mijn wimpers. En mijn wimpers, ik heb nu weer een gat. En met die kon het ook gewoon niet. En mijn wimpers zaten echt perfect. Oh, het ziet er niet heel erg heftig uit. Deze ga ik ook testen. Ik ga het jullie gewoon laten weten. En wil je dus erg specifiek meer over weten, moet je het dus echt zeggen. Leuk! En het volgende pakketje, het laatste pakketje zit hieronder. Maar dat is van een nieuwe groothandel waar ik mee samenwerk. Hoe vonden jullie dat? Zoals ik al zei, ik haal mijn sieraden echt overal nergens vandaan. Want dat vind ik dat je de leukste collectie kunt krijgen. Eigen dingen maken en op allemaal leuke plekjes dingen scoren. Ik heb een aantal dingen ingekocht, 5 van elke. Voor als de site live kan gaan. En daar ga ik nu naar kijken, maar dat ga ik lekker niet aan jullie laten zien. Dat zie je wel op de site. En ik denk dat als de vlog live komt, dat die site er al is.
Dit wil ik even laten zien. Ik heb twee sets van dippenzout om het te proberen. Maar hierbij betaal je dus wel 40 cent per zakje. En wat ik nu haal is bij de Action. En geloof ik heb je er dan 80 cent. Heb je er 5. Dus dat is echt wel veel goedkoper. Het is natuurlijk wel ontzettend gaaf als ik mijn sieraden hierin zou verzenden. Maar misschien is dat voor iets als het beter loopt of zo. Ik denk dat ik nu gewoon alleen als ik zeg maar echt best wel grote bestellingen krijg of zo. Dat ik dan dit erbij doe. Als een soort van, dan krijg je een soort van speciale zak. Maar dit is natuurlijk, op dit moment heb ik ook al zoveel meer kosten gemaakt dan dat ik heb verdiend. Dus, maar ik hou ze wel gedacht, ik vind ze erg leuk. En dit is even een sneak, oh, sneak peek. Ik word helemaal dol. Oh jongens, ik heb de hele dag in mijn hoofd gezeten met dit. Ik moet het even delen. Ze zijn zo geweldig. Ze zijn echt nog veel mooier dan ik dacht. Ik ben zo blij. Jongens, het is echt, ik ben niet normaal zo excited. Dit zijn echt de mooiste sieraden die ik tot nu toe gehad heb. Deze ringen zijn zo perfect. Ze sluiten zo makkelijk. En ze sluiten zeg maar zo. Je hoeft het dus niet erin te proppen. Kijk, het klikt gewoon perfect er tegenaan. Oh, ik ben echt zo'n spontaan persoon. Ik heb echt maandag pas besloten dat ik een webshop neem. Omdat zondag mijn broertje zei, hey, ga eens op die site kijken. En nu is mijn webshop live. En ik heb zoveel leuke reacties. Ik heb 4 orders binnen. En het is zo geweldig. Want ik krijg gewoon op mijn mobiel een overzicht. Die heeft dit besteld. Perfect overzicht. Wat heeft ze besteld? Is de betaling binnen? Word gebeten. Is de betaling binnen? Wat zijn adresgegevens? Het is zoveel fijner dan Instagram. En de site is zo mooi. En ik ben zo trots. En mijn moeder stuurt het naar iedereen door. En ik is ook trots. Ik ben zo blij. Nu heb ik bijvoorbeeld... Ik weet echt dat het even allemaal over mijn shop gaat hoor, jongens. Oh, dit is mooi. Maar hey. Jij wil ook aandacht. Je krijgt veel aandacht. Kijk, nu heb ik dus... Ik weet niet, laat me weten of je het leuk vindt als ik het een beetje deel. Want meestal als mensen een shop hebben, delen ze niet echt eens en outs. Maar ik vind het wel leuk. Kijk, ik heb nu dus foto's gemaakt. Ik ben dus bezig geweest met basic foto's. En dan proberen zo wit mogelijk te maken. Dat is echt heel moeilijk. Maar nu dus ook foto's, een beetje aanfoto's erbij. Kijk, dit is wel heel erg mooi, vind ik zelf. Echt wel een mooie foto. En binnenkort ga ik dan ook met Linda nog foto's maken. Maar nu moet ik dus kiezen wat de scherpste is. Ik vind dit echt wel mooie foto's. Heel leuk dit. Sjaaltje die je als haarband kan gebruiken. En dan zie je heel veel shots, wel allemaal wazig. Oh, deze zijn eigenlijk het scherpste nog, de eerste. Zie je, deze was wel scherp, dus die kan ik gebruiken. Maar zie je wel puistjes. Wazig. Het is echt heel erg moeilijk om met die scherpe lenzen van jezelf te maken. Dit was toch smerig, jongens. Dan zag je gewoon poriën in mijn oor zitten. Dat vind ik zo goor als ik dat bij anderen zie. Ja, dus ik doe dat echt niet. Ik vind echt dat ik best wel goede oren heb. Maar met zo'n camera zie je ineens dat er blijkbaar poriën in je oren zitten. Kijk, het is allemaal wazig. Het is al best wel zwaar. Kijk nou, ik ben zo verliefd. Ik ben oprecht, dat zeg ik echt niet omdat het mijn eigen shop is. Helemaal verliefd op mijn eigen collectie. Echt waar. En dit is Fluffy. Dit... Reageer nu. Nee, doe nu een duimpje omhoog als je dit wil aanraken. Oh my god, wat is dit lekker. En nu? Dan, tadadam, tam, 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 tam. Oh, Brio. Hij heet Brio. Jongens, ik krijg echt bestellingen binnen. Al 13 producten in totaal. Echt al een bestelling van 50 euro, een bestelling van 8 euro. Echt zo leuk. Er worden dus wel heel veel armbanden besteld. En die moet ik allemaal nog maken. Dus ik ga echt... Nou, ik heb gezegd, verzending 2 tot 4 werkdagen om mezelf een beetje rust te geven. Dan weet je waar je aan toe bent. Soms verzend ik het namelijk echt een halve dag later. En soms... dat deed ik nu steeds. Maar nu weet ik dan, dat hoeft niet. Mensen weten dat het ook 4 dagen kan duren. Ik moet echt armbanden gaan maken. Ruk komt zo, ik ben aan het koken. Dit is een gerecht wat ik vroeger heel vaak aten. En nu al heel lang niet meer. Ik heb het wel iets veranderd, want ik heb er champignons bij gedaan. Maar dan bak ik een uitje... Geen knoflook, we eten heel weinig knoflook tegenwoordig. Een champignonnetje bak ik, echt heel klein gesneden. Dan doe ik er spinazie bij gescheurd. En dan 2 pakken ricotta. En zelfs een peper en wat chili. En dit gaat dan in de cannelloni, terug van werkje. En dan hele lekkere tomatensaus erop. Oh ja, en nog mozzarella, dat heb ik ook liggen. Oh, dat wordt echt heel lekker. Ja, zo ziet het er dan uit. Het is wel echt veel werk hoor. Je kunt ook lasagne doen, dat is wat makkelijker. Natuurlijk ook gewoon normale pasta, maar dan heb je niet het effect... Met dit en dan een laag tomatensaus erbovenop. En dit vind ik wel echt het lekkerst. En ik heb nog vet veel over. Dus ik ga straks nog een kleine ovenschaal maken. Want ik heb geen eten vanmorgen. Dus neem ik dat lekker mee. En dit is dan nu helemaal goed voor z'n tweeën. En ik heb echt de lekkerste samen ever. Oh, gewoon kant en klaar. Deze bij de Italiaanse week van Lidl. Echt ook met ricotta erin. Dus geweldig. En dan is dit een heerlijke maaltijd. Ruben is er nog niet. Dat is een soort van excursie. Dus ik ga vast eten. Want het is echt al 9 uur. Dus ik ga nu niet meer wachten. Dit is het dus. Het is echt...
Heerlijk. Heel veel bestellingen en Ruben gaat ze posten. Ik ben een postbode. Maar kijk, die roze, daar moet je dus een adres op plakken, dus dat is niet handig. En dan liggen hier nog meer pakketten, maar ik heb geen postzegels meer. Goedemorgen jongens. Vandaag draag ik de zilver en silver eye earrings en de zilver baby zebra. Heb ik baby zebra in? Ja, baby zebra earrings. En dit is vet zonde, maar ik heb dus allemaal mijn muesli dingen die ofwel open zijn en echt oud. Of over datum. Mega zonde, ik weet het. Maar ik heb dus een collega op school met een boerderij. En zij geeft dit aan haar kippen. Dus dit is de tweede tas die ik aan haar geef. En nu is het bij ons ook een beetje opgeruimd. En haar kippen zijn hier heel blij mee. Dus ik ga nu deze hele tas in haar lokaal zetten. Helemaal vol. Ik krijg trouwens ook mijn Beach Bum bracelet. En dit is een roze armbandje. Met groene palmboompjes. En er hangt Beach Bum aan. Ik vind hem zo leuk. En met magneetsluiting. Dus ideaal. En mijn weekvlog is net online gekomen. Maar daarin heb ik dus nog helemaal geen webshop. Dus... ja, ik loop natuurlijk een beetje achter en ik heb gewoon echt super in een paar dagen ineens een webshop. Een paar dagen geleden heb ik pas besloten dat ik een webshop nam. Eigenlijk omdat mijn broertje er zondag over begon. Dus dat wist ik toen al niet, maar die staat nu al wel live. Dus ik ben benieuwd, ik heb het in de beschrijving gezet of mensen daar kijken en er naartoe gaan. Hallo jongens, vrijdagmiddag. Ik ben moe. Ben goed moe. Goede dingen gedaan. Alleen volgende week wordt echt heel veel stress. En de rapporten moeten over mij klaar zijn en ik ben echt nog... nou ja, in ieder geval. Ik heb hier dus allemaal pakketten. Ruben heeft gisteravond echt 8 dingen op de bus gedaan. Toen kreeg ik nog meer bestellingen binnen. Dat is dit allemaal. En toen waren de enveloppen op. Dus ik heb eentje in een roze envelop gedaan. Nu heb ik weer 5 bestellingen. Kijk, als je het dus zaterdag post heeft, geen pas maandag of misschien zelfs dinsdag binnen. Dus ik wil dit echt nu posten. Maar en mijn postzegels zijn op en mijn enveloppen. Dus hier moet ik nu postzegels halen, heel snel. Het is al bijna 5 uur, moet ik het heel snel posten. Ik weet, ik heb expres 2 tot 4 dagen gezegd, maar ik wil gewoon dat ze het hebben. Het is gewoon heel leuk als ze het morgen hebben in plaats van maandag of dinsdag pas. En dan moet ik dus nieuwe enveloppen halen, zodat ik weer nieuwe pakketten kan gaan maken. Maar die hoef ik niet per se morgen te posten, want volgens mij heb je het maar als je het zaterdag post, komt het dan maandag? Of ook pas dinsdag? Ik weet niet. In ieder geval, dan kan ik het ook maandag posten eventueel. Dus daarvoor moet ik nu naar de Action. Ik heb echt geen zin in, want ik wil naar huis. Maar ik ga het wel doen. En iemand comment net onder mijn weekvlog van ik vind het stom dat je zoveel over je webshop praat en reclame maakt. Maar zo zie ik het helemaal niet. Dit is gewoon nu mijn leven. En gelukkig reageerden heel veel van jullie over dit is nu mijn leven. Mijn vlogs zijn al heel kort. Dus ik dat er ook nog eens uit ga knippen, dan blijft er niks over. Want nu op dit moment is mijn leven werken aan YouTube, aan de shop en op mijn werk. Dus... en op mijn werk als juf kan ik natuurlijk niks laten zien en dit wel. Dus ja. Dus ik ben echt heel erg gelukkig met die bestellingen, zeg maar. Ik kan echt niet klagen, maar ik merk wel dat het ook wel echt nodig is. Want ik heb net dus bijvoorbeeld zijn weer dingetjes op om armbanden te maken of oorbellen te maken. Heb ik weer besteld. Ben ik weer 130 euro kwijt bij een groothandel. Laatst ook 230, daarvoor 200, daarvoor 100, daarvoor 200. Ik ben dan zoveel kwijt. Nu ga ik weer postzegels kopen voor 50 euro of zo. Het kost ook heel veel, maar eigenlijk zou ik heel erg goed even moeten uitrekenen. Dat moet ik nu ook voor de KVK doen. Wat er inkomt en wat er uitgaat. Maar dat moet ik allemaal nog even doen. Op het moment dat ik niet heel veel trots moet zijn of schuldig moet voelen. Maar ik heb een beetje mezelf... wat ik de laatste tijd een beetje probeer te doen, is gewoon wat vaker nee zeggen tegen dingen. En ook dingen die misschien wel heel erg goed zijn, maar waar ik toch nee wil tegen wil zeggen. Zoals goede doelen. Ik heb blijkbaar een soort van uitstraling dat ik altijd word aangesproken. Misschien zeg je nu, ik word ook altijd aangesproken. Maar ik weet dan mensen omheen, die worden echt niet altijd aangesproken. Ik weet al, vroeger zei ik altijd, ik ben nog niet oud genoeg. Want ik word altijd aangesproken en nu kan het niet meer. En ik steun best wel wat doelen. En ik heb zoveel doelen gesteund. Een aantal jaar die ik dan heb opgezegd uiteindelijk. Dat ik gewoon met mezelf heb afgesproken dat ik even geen doelen meer steun. Want het is, wordt gewoon veel en ik wil gewoon nee zeggen daartegen. En nu komt er weer zo'n leuke jongen en die houdt weer een perfect praatje. Ik zeg, je mag het doen. Maar ik ga geen ja zeggen, hoe goed het ook is. En hoe schuldig ik hem ook voel dat ik geen ja zeg. Ik ga nu waarschijnlijk naar huis en denken, had ik die 8 euro maar gegeven. Maar anders zit ik thuis en denk ik, had ik maar nee gezegd. Want dan heb ik weer geen nee gezegd. Terwijl ik heb afgesproken dat ik wel nee zeg. Dus ik heb nee gezegd en gelukkig kon hij het ook al begrijpen. En hij kwam met het verhaal dat zijn nichtje het ook had. En bla bla bla. En een ander verhaal dat hij nodig heeft. Ik was een 9 en ik zeg, ja dag. Maar hij zegt, dat is echt waar. Zo wel, maar echt zo. Ik weet precies hoe het werkt. Het is een super goed doel, maar ik heb gewoon uit principe wil ik gewoon even nee zeggen. Dus ben ik nu een slecht mens? Vast wel. Jongens, kijk, ik ga het niet kopen, want ik heb al zoveel make-up paletten gekocht, zeg maar, voor jullie om te laten zien waar ik niks mee doe. Het is te zonde. Dit doet me een beetje denken aan de balm. Hij kost 2,80 trouwens. Kijk. Oogschaduw, een beetje blush dingetjes. Hij is wel echt heel leuk. En dit. Want wel even een beetje swatchen zo. Oh, dit is wel heel mooi. Voor de lippen. Leuke kleurtjes. Heel leuk ook, hoe het werkt.
Dit ziet er wel echt een mooie kleur. Oké, er komt echt heel veel kleur af. Wow. Kijk dan. Kijk dan. Kopen jullie hier de pizza? Deze ook. Oké. Dit is echt een tip, jongens. Ik wil hem bijna hebben, maar ik doe er niks mee. Ik heb namelijk al heel lang geen nieuwe make-up gezien. Dit is ook wel heel erg leuk. Een heel tasje met kwastjes. Dit wil ik ook echt hebben, maar ik ga het gewoon niet kopen, want het komt gewoon weer in de berging te liggen. Het is dus een vliezen watermeloenkleed. En zit er ook nog een, zeg maar, aluminium van binnen, wat je ook bijvoorbeeld op je raam doet, om het warm tegen te houden, of de kou. Zodat je... Waar is het voor? Voor maximale insulation. En helemaal een houder erbij. Kijk, hier zie je een beetje het aluminium. Echt superleuk. Maar ik ga nu echt niet 5 euro hier aan uitgeven. Terwijl het niet duur is. Kijk dan. Ook ananassen. Mega, mega leuk. Flamingo's. Helemaal trendy. Planten. En ze hebben nieuwe van deze. Deze heb ik dus in mijn klas en thuis. Deze vind ik echt superleuk. Oh, deze hadden ze wel vorig jaar ook al. Kijk, deze ken ik al, die heb ik ook. Oh, dit wil ik hebben. Kijk dan. Ananaspatroon. Ananaspatroon. Flamingo. Oh, ik moet me echt inhouden. Hiermee ben ik ook gestopt om het te kopen. Maar deze ken ik dus niet. Ik hou echt van paars, maar ik ga het niet kopen. En deze zijn echt mijn fave van die wintercollectie. Kennen jullie dit? Ik wil dit ook hebben. Hallo! Ik heb enveloppen en post ergens en alles wat ik nodig heb. En wat heel erg leuk is... Oh. De nieuwe groepsindeling op mijn school is bekend vandaag. Dus dat betekent dat het nu bekend is, dus dat ik ook gewoon kan vertellen. Toch? Mag ik dat nu vertellen? Dat ik... Ja, ik kan het nu vertellen, want het is nu bekend. Groep 4 gaat over volgend jaar. Dat wilde ik heel erg graag en dat kon... Ik ga niet meer met mijn eigen groep, dat is niet gebruikelijk. Maar mijn eigen groep gaat dus naar een andere juf, ook naar groep 4. Dus dat is wel heel erg leuk, dan zie ik ze nog wel heel erg veel. Ik vind het superleuk. Ik merkte dat ik gewoon het einde van groep 3 zo leuk vond met alle regeltjes en wat erbij komt kijken. En dat kinderen al kunnen lezen. En, dus ik wil heel graag groep 4 doen en dat kon. Dat vind ik wel heel erg leuk. Dat het nu bekend is. De kinderen waren helemaal dol vandaag en ik mocht niet zeggen welke juf ze krijgen. En nu weten ze het. En ik heb sushi gehaald, want ik film het niet meer altijd als ik sushi haal. Maar ik heb deze week helemaal geen sushi gegeten. Ik heb echt, was zo druk dat ik echt lekker gewoon gekookt heb en dat soort dingen. Bij judo. En ik wil eigenlijk het nu eten, maar ik denk dat ik maar even naar huis ga rijden en er daarvan ga genieten. Dit. En dan heb ik 4 hand rolls. Mijn moeder heeft toch een verhaal, die is in Zwitserland. Ze hoort ineens om 12 uur 's nachts. Ja, ik ben op de airport. Ik had de verkeerde vlucht gepakt. Helemaal raar, de verkeerde vlucht. Zegt ze... Ik heb op de stoep geslapen van een huis bij de parking. Ik had ook niets bij me voor een hotel. En als ik niet daar had geslapen, was mijn huurauto echt weg geweest. Dus daarom moest ik daar blijven. Ik sliep in de hoek tegen een hek aan. Nou. Jongens, ik heb nieuwe kettingen binnen. Ik ben even aan het kijken wat ik ervan vind. Als ik ze leuk vind, bestel ik namelijk meer. Ik vind het een hele mooie ketting. Hij is echt heel mooi stevig en heel mooi zilver. Maar ik vind hem net wat lang. Maar sommige mensen vinden dat juist leuk. Wat vinden jullie van zo'n lengte? Ik heb hem altijd het liefst zeg maar zo. Deze is net zo lang, maar hier ben ik heel blij mee. Daar was ik super benieuwd naar. Deze heeft allemaal hartjes. Kijk. Zien jullie het? Zo schattig. Ik heb echt geen mooie nek hoor. Maar deze lengte vind ik ook wel beter dan dat ik deze sowieso wil. Goedemorgen jongens. Ik heb veel te kort geslapen, want ik ging gisteravond... moest ik dat video bewerken en het was 2 uur. En ik wil echt lekker gaan uitslapen. Ik zat tegen Ruud, die gaat naar Almere. Ik ga echt de klok rondslapen, maar toen kwam een pakketje en van de groothandel. En ik heb die spullen nodig om armbanden te kunnen maken, wat ik dit weekend lekker kan gaan doen. Nu heb ik tijd. Ik heb echt niks ingepland, omdat ik gewoon te druk ben. En toen moest ik daarvoor wakker blijven. En nu heb ik echt zo kort geslapen, maar ik dacht ik ga niet meer naar bed. Maar ik kan niet meer, ik ben zo kapot. En ik heb nu dus het pakketje van Nix binnen, waar ik het toen over had, waar iemand toen haat op had gegeven. Met producten die ik had aangevraagd. Het enige jammer is dat ik vergeten ben te zeggen dat ik het poederpalet bedoelde. Want deze heb ik zelfs nog, maar mijn poederpalet is op. Dus dat is een beetje dom van mezelf. Dan dus de primer en foundation. Dit zijn dus die ik dagelijks gebruik als ik foundation draag. En ik had aangevraagd de concealer, want die is voor mij ook op in kleur 3 en kleur 2. Ja. Het zijn de HD concealers als het goed is. Ja. En dan dus het brow pencil.
Dus diegene die haat gaf, vind ik ook zo stom. Want het is niet eens dat ik echt heel erg belachelijk veel heb aangedacht of zo. En de eyeliner, maar die zei ze zat al in een ander pakketje die ik had gekregen. Die had ik niet laten zien. Maar ik had ook nog een pakket. En dit had ik er ook bij gekregen. En die had ik niet aangevraagd. Dus dit is echt super chill in ieder geval. En dan had ik namelijk hier nog een doos. Het is echt een chaos. En daar is nu mijn werkplek een beetje voor Comoi. Maar zo grappig kreeg ik een DM van iemand die zegt... Ik wist niet hoe Comoi uitspakt totdat ik jou hoorde zeggen. Ze zegt, ik dacht dat je... Comoi of zo, inderdaad, zei. Dit heb ik dus gekregen. En deze moet ik nog steeds laten zien. En ik had nog een hele andere leuke met een heuptasje. Maar die heb ik, ben ik vergeten te laten zien. En die kan ik nu ook niet echt meer laten zien, want dat is allemaal opgeruimd. Is dit een magneetdoos? Ik hoop het. Yes. Want deze doos vind ik altijd heel erg handig om te bewaren. Vooral als er niet een merk op staat, maar die gewoon blanco is. Is het echt top. Wat is dit? Team Shimmer. Wow, jongens, mijn hoofd valt uit elkaar. Ik heb zo'n hoofdpijn. Ik kan echt heel dom, want nu kan ik echt niks vandaag. Oh, wat? Wow, wat is dit? Nou, dit is gewoon niet normaal dit. Dit is bijvoorbeeld een shimmer down. Dan hebben we een... Oh, dit is van de Lip Lingerie Gloss. Dus nude kleuren. Ook Lip Lingerie Shimmer. Dit zijn allemaal nieuwe producten of zo. Heel erg bedankt, waarschijnlijk Cynthia. Jeetje Mina, thanks. Hey jongens, ik zeg net, want Bobby wordt dus helemaal dol hiervan. Hij vindt het dus heel leuk. Oh, zal ik kittenmandjes ontwerpen met gewoon een magneetje? Die gewoon best wel lekker zit. Vind je dat een goed idee, Bobby? Kijk jongens, ik heb Ruben even geleerd, maar eigenlijk hoeft hij dit helemaal niet te leren. Hij weet het al hoe het moet. En nu doen we dus dat hij de leopards aan de ringetjes vastmaakt, de drie ringetjes. En ik lijm het nu vast en het is zo'n chill teamwork. En hierboven hangen we dan dus de armbanden die, waar er meerdere van zijn, zodat je precies ziet. Oh ja, ik heb er maar 2 gouden. Kijk, we hebben dus even de armbanden die best wel veel verkocht worden. En kijk, dit heb ik niet laten zien, maar dit zijn allemaal pakketten. Het is nu minder hoor, maar dit is wel van eergisternacht tot met nu. En ik vind dit dus super leuk, de Rief vindt er gelukkig ook leuk uitzien. En dit zijn nieuwe die ik binnen heb. Want ik vind het zo leuk om die armbanden te maken dat ik nog wat nieuwe heb besteld. Dit zijn wat meer zomerse. Welke hiervan vind jij het leukst? Dit is toch te cute, dit samen. Een soort bikini kleurtjes. Heel leuk. Ja, dat is niet heel veel, maar ik had wel... Er komt steeds echt, als ik iets bestel, bij een groothandel komt er echt 40 euro aan btw bij. Ik heb 21% krijg ik niet terug. Oh, ja. Maar pas over heel lang. Nou, dat weet ik het niet. Rebecca heeft net een paar oorbellen bij me besteld. En dat vind ik dus echt een soort van... Ik merkte dat ik dat zo leuk vond. Want het is toch een soort van support. Dus een vriendin of familie of wie dan ook iets bij bestellen. En zij is de eerste die dat heeft gedaan. Dus ik ga er meteen natuurlijk gratis dingetjes bij doen. Want ik vind het gewoon te lief dat ze dat heeft besteld. En natuurlijk vind ik het heel erg leuk als zij dit draagt. En er een leuke foto mee maakt of zo. Ik werd zo blij toen zij een bestelling plaatste. En ik zag gewoon haar naam staan. Ik weet niet, dat doet echt wat met je of zo. Oh, ik word er steeds beter in. Kijk hoe mooi die is gelukt. Ik ga er een initial coin voor erbij doen. Eentje, want het is best wel leuk om gewoon één in je oor te dragen. Hij is vet mooi erin geslagen en getekend. Oh, ze gaat zo blij zijn met het pakketje. Ik heb nu dit. Dit is toch super leuk. Deze moet ik natuurlijk nog aan de oorbel doen en zo. Yay! Ik kom nu net nog een order binnen. Ik moet slapen. Dus ik zeg, Ruben, ga jij het maar doen. Ik vind het heel leuk. Ik heb deze dus al gemaakt. Maar we komen erachter dat die veel te groot is. Dus die ga ik dan niet verkopen. Het is sowieso lastig met die maten. En deze is ook net besteld. Deze is zo leuk. Deze ga ik even inpakken. Oké, jongens. Ik ben deze week nog nu aan het editen. Ik was natuurlijk weer vergeten af te sluiten. Ik zit nu op 50 minuten beeldmateriaal. Dus hij gaat niet morgen online kunnen komen. Want ik moet er echt nog heel veel materiaal uithalen. Dus deze vlog was weer een dag te laat. Sorry. Ik was op tijd, een soort van. Nou, het is nu 10:00 s'avonds, ik moet over een half uur naar bed. Dus ik red het nu niet meer om van 50 minuten naar 30 of zo te gaan krijgen. Ik hoop dat jullie hem wel heel erg leuk vonden. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik vind het toch zelf, ik dacht was bang dat ik te veel over mijn shop ging. Ik praat trouwens heel snel veel op in deze video. Ik was bang dat het echt te veel erover ging. Maar ik vind dat ik jullie wel gewoon echt meeneem in het proces. En ik bedoel het helemaal niet als reclame of iets. Ik neem jullie echt in het proces wat ik nu doe in mijn leven met die shop. En ik vind het zelf heel leuk om dat ook terug te kunnen zien. Dus ik hoop gewoon dat jullie dat ook wel leuk vinden. Ik ben een beetje bruin, want het is op dit moment heel mooi weer. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik zou het heel erg leuk vinden als je duimpje omhoog deed. En laat nog steeds weten wat je van mijn shop vindt, dit en dat. En van de vlogs en alles. Ja, vergeet niet te abonneren, duimpje omhoog. En heel erg bedankt voor het kijken. Doei!